Hallo allemaal, ik ben Jules Keizer en ik neem jullie vandaag mee achter de schermen van de VTM-reeks Helden van Hier, Corona. Ik sta hier aan Woonzorgcentrum Van Lierde, waar we straks met een kleine ploeg nog een wondermooi verhaal mogen vastleggen. Geef me een kus. Voilà, men heeft mij net binnengelaten en uiteraard hechten wij als productiehuis ook het allergrootste belang om aan alle voorzorgsmaatregelen te voldoen, dus tot straks. Wat staat er vandaag op het programma? Thomas en Julie, die hebben een kindje gekregen en de nieuwe overgrootmoeder, namelijk Jacqueline, die weet nog van niks en wij gaan vandaag nieuws bij haar kunnen bekendmaken via Skype. Wij hebben eigenlijk een verrassing voor u. Ja? Een surprise. Ja. Ja. En je gaat blij zijn, ze. Kijk, Thomas is hier ook, want ik ben hier eigenlijk niet op mijn werk en ik ben hier ook eigenlijk niet thuis. Ah zo? Dus dan ga ik hier moeten kijken, want we hebben hier iemand bij ons. Maar jij hebt toch niet gekocht? Jawel, omaatje. Maar van wanneer? Een beetje vroeger dan verwacht, deze ochtend. Ah, Julie. En alles is één goed verlopen. En hoe noemt dat babytje? Ellie noemt ze. Ellie? Ja, uw achterkleinkindje, uw achterkleindochter. Ah, een dikke zoen aan iedereen. Er is hier met mij wat voorgevallen. Hè. Ik ben overoma geworden. Proficiat? En hier zijn de mannen van televisie, wie is het? Dat is een verrassing van mijn leven. Allemaal via Thomas. Oh, Anne, Thomas. Alsjeblieft. En Michiel. Ja, jong, ik heb al een keer dik gebleid ook. Ja, en dan giet Anneli maar een kruisje voor mij. Hè. Maar ze trekt helemaal op Thomas. Is het waar? Oh, ze heeft zo'n zwart koppelken haar. Maar Thomas en Julie zijn twee schatten van ouders. Hè. Ja. Hè? Ze zijn echt gelukkig. Okay, voilà. En nu nog gelukkiger? Oeh, ja. Ik kan niet meer op, jong. Ja, natuurlijk. Ik wist dat al van maandag, hè, van Thomas. Ik wil allemaal goed zwijgen, hè. Ja. 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 Dat ga ik niet meer vergeten. Dat is super. Dat is graag gedaan. Bedankt. Jij bent bedankt, Jacqueline, dat wij daarbij mochten zijn. Bedankt voor alles. Dan kan ik je nu laten eten. En je bent de gelukkigste mens op aarde momenteel. Alles, hè. Ik wou je graag een keer vastpakken, maar dat mag nu niet. Hè. Nee, maar je bent erg bedankt. Maar ze kunnen goed zwijgen, hè. Ze kunnen goed zwijgen, hè. Het was nogal een verrassing, hè. Ja, dat is een verrassing voor jou. Allee, Jacqueline, dan kan ik je laten eten. En Matthias, wat hebben wij hier eigenlijk daarnet gedaan? We zijn juist bij Jacqueline geweest, bij de grootmoeder van Julie. Een Skype-gesprek te filmen waarin dat Julie aan haar grootmoeder vertelt dat ze voor de eerste keer een achterkleinkind gekregen heeft, een super schattige Ellie. En we zijn heel blij dat we erbij mochten zijn, want dat is heel speciaal. Absoluut. Dankjewel aan Thomas en Julie. Absoluut. Proficiat.